Dat is gelukkig in Groningen niet zo, want om 10 uur dan is het zover. Daar wordt de eerste marathon op natuurijs gereden. En de eer is aan ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Daar vinden op dit moment de laatste voorbereidingen plaats. En Leon Manstink, onze verslaggever, die is daarbij. Goedemorgen, Leon. Ja, het ijs is in perfecte staat daar. Zeker, het is alles behalve flinterdun. En de geluidsinstallatie doet het ook, hoor ik hier in de verte gelijk. Want alles wordt hier getest door tientallen vrijwilligers. Die zijn de hele nacht in de weer geweest om hier voor die prachtige ijsvloer te zorgen. Moet ik even kijken welke jas ik moet hebben. Deze. Jan-Geert Veldman, goedemorgen. Druk aan de slag. Kijk, de aanwijzingen worden nog gegeven. Waar bent u nu nog druk mee op dit moment? De reclame doeken en aanbrengen. Ja, er is een bedrijf voor, hoor, van de KNSB. Maar je mag een beetje mee coördineren, zodat je eigen sponsoren er ook tussen hangen. Hè. En dan moet je wel een beetje scherper zijn, want ja, liefst staan ze helemaal vol met hun eigen spul natuurlijk. Ja, dit zijn de kussens voor als ze uit de bocht vliegen onverhoopt. Dus gaan ze straks om 10 uur en om 11 uur de mannen natuurlijk. Wat was nou de truc? Want Haaksbergen leken te worden. En we staan hier in Noordlaren. We hadden een paar gaatjes meer vorst. En ja, wij sproeien de baan daaronder. En zij gaan zitten wachten tot de laatste centimeter ijs erbij gekomen is. Kijk, de eerste anderhalf die is er snel, zeg ik altijd. Maar de laatste anderhalf moet er ook bij. En dat haal je niet. Dus dat is het geheim. Nou, Rivienne, ze hebben hier weinig slaap gehad van vandaag en vannacht, de afgelopen dagen, want sinds donderdag zijn ze hier al bezig. En met het resultaat, want om 10 uur gaan we hier los met schaatsen. En ik sluit niet uit dat ik mee ga doen, maar winnen ga ik niet. Oeh, spannend dit.